Wij gaan ons dus even bellen met de analyselijn van Johan Cruijff, die ook natuurlijk, neem ik aan, naar de wedstrijd gekeken heeft. En daar thans verslag van zal gaan doen op zijn geheel eigen wijze. Duurt lang? Ja. Welkom bij de analyselijn van Johan Cruijff. Ja. Nederland heeft met 1-5 van favoriet Spanje geworden. Ja, dat weten we wel. Maar hij is gevraagd om een onderzoek te doen naar het functioneren van de bondscoach, Louis van Gaal. Het is uiteraard een representatiel onderzoek. Representatiel. Dat wil zeggen dat het volledig onafhankelijk en onpartijdig zal worden uitgevoerd. Zeker. Wilt u meedoen met deze enquête? Toets 1. Ja. Wilt u niet meedoen met deze enquête? Nou, dat is het. Toets 2. Ik doe wel even meedoen met deze enquête, dus ik toets even 1, want dat is wel even leuk natuurlijk. Louis van Gaal. U hebt gekozen voor 1 en wilt meedoen met de enquête. Ja. Om het allemaal eerlijk te laten verlopen, en omdat u maar 1 keer mee mag doen, vragen we u om uw telefoonnummer in te voeren. Oh. Voer de 10 nummers van uw telefoonnummer in. Ja, ja. En sluit af met de hekkie. Oké. Okay. 06. Sorry hoor. Even. En zo. Uw telefoonnummer is... Klopt dat? Ja, hoe kan ik, dan kan ik dat zo niet. Nou, wat is dat nou? Nou, het zal wel kloppen, ik neem aan. Dat klopt althans. Eén, om de enquête simpel en overzichtelijk te houden, kunt u kiezen uit 2 mogelijkheden. Ah. U denkt dat de 1-5 overwinning op Spanje geluk was en dat het niets te maken had met de kwaliteiten van Louis van Gaal? Ja. Toets 1. Nou. Als u denkt dat de 1-5 overwinning op Spanje geen geluk was en dat het alles te maken had met de kwaliteiten van Louis van Gaal. Ja, natuurlijk. Toets 2. 2, nou dat is... 5-4-8-7-9-3-8-5-4-6-3. 2, wacht even. 2 en dan 5 en 4, dacht ik. En ik heb geen idee. Wat was dat nou? Want ik... Uw keuze is niet goed ontvangen. Nee, ik kan toch zo om niet... Om de enquête simpel en overzichtelijk te houden... Dat... kunt u kiezen uit 2 mogelijkheden. Ja, dat heb ik net al geprobeerd. U denkt dat de 1-5 overwinning op Spanje geluk was... en dat het niets te maken had met de kwaliteiten van Louis van Gaal. Ja, ja, ja. Toets 1. Toets 1, ja, dat ging nog wel. Als u denkt dat de 1-5 overwinning op Spanje geen geluk was... En dat het alles te maken had met de kwaliteiten van Louis van Gaal... Ja, ja. Toets 2. 5-4-8-7-9-3-8-5-4-6-3. Even mee te schrijven, maar dat is niet te doen. Anders toets ik gewoon 1. Ja, u hebt gekozen voor 1. Ja, dat is niet te doen. Ik denk dat de 1-5 overwinning op Spanje geluk was. Nee, dat denk ik niet. En dat het niets te maken had met de kwaliteiten van Louis van Gaal. Jawel, maar... De voorlopige tussenstand is dat 100% van de respondelingen er hetzelfde over denken. Dank voor uw deelname. Zie je nou wel.